Skyline-presentator Jan van Dommelen is vrijdagavond op 74-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Jan van Dommelen was al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de lokale omroep van Uden en Veghel. Bij Omroep Kersenland, de voorloper van Skyline, begon hij als beheerder en later maakte hij programma's in het dialect. Bekend zijn Krek zo gezellig als het vroeger was en Met Jan ten Blakke, een programma dat later ook op televisie te zien was. De uitvaart vindt aanstaande zaterdag plaats om 10:30 in de Petruskerk in Uden. Daarna wordt hij gecremeerd in besloten kring. Op een later tijdstip komt er ook nog een speciale radio-uitzending ter nagedachtenis van Jan.